best samen met Indy. En ik ben samen met Indy omdat hij een nieuwe camera heeft. Zeker. En die heeft een nieuwe camera. Ik heb de Canon M50 met een EOS 11-22mm lens. Broertje, letterlijk. Wat? Is niet letterlijk het broertje. Dit is hem, het is gewoon bijna dezelfde die ik heb. Weekvlog. Mijn naam is Floris en vandaag weer een nieuwe weekvlog. Vandaag is het dinsdag en ik ben de afgelopen 2 dagen best wel laat uit geweest. Net zoals vorige week. Ik vertelde al dat mijn rooster op maandag en dinsdag best wel kut is. Ik ben allebei om 4:30 uit. Op maandag zitten er nog wel wat tussenuren tussen. Maar dan nog ben ik allebei 4:30 uit. Dat is het laatste uur als je niet of na te blijven ofzo. En dan moet ik op maandag daarna werken. En op dinsdag vandaag dus moet ik sporten straks. Of ja, sporten. Ik moet training geven. En daartussen heb ik altijd de tijd om even huiswerk te maken. Maar het is best wel lastig om die 2 dagen te filmen. Nu heb ik even een moment gevonden om toch even de intro te doen van de weekvlog. En ik ben de afgelopen weken ook, eigenlijk de afgelopen 2 maanden, veel bezig geweest met mijn nieuwe nummer. Eigenlijk komt dit wat ik nu vertel, komt vandaag de dag, dinsdag 24 november nog niet online. Vertel ik dat nog niet online. Maar deze weekvlog komt zondag aankomende 29 november online. En de 30ste ga ik het op mijn Instagram bekendmaken. Ook de datum wanneer die online komt. Mijn datum wat ik denk en hoop te bereiken is 10 december, mijn verjaardag. En de tijden die heb ik in mijn hoofd, maar die laat ik nog even voor wat het is. En ik ga kijken of dat gaat lukken. En dan gaat die dag daarna dus, na deze vlog, op maandag 30 november. Komt het online en komen ook de tijden erbij. Ik moet namelijk even kijken of ik het haal. Ik ben er nu op dit moment ook mee bezig. Daarom film ik ook deze kant. Zeg maar hierachter en niet die kant, want daar staat mijn pc zoals jullie weten. En daar is de video bezig. Ik moet natuurlijk veel aan doen. Ik ben veel bezig ermee. Je moet natuurlijk een beat hebben, je moet de tekst maken, je moet het inzingen, autotune eroverheen, dat helemaal bewerken. Dan moet je nog een videoclip maken. En die videoclip moet je editen en je moet zorgen dat alles netjes goed staat en dat het een beetje professioneel uitziet. En voor mijn doen moet ik zeggen, voor het tweede nummer dat ik ooit heb gemaakt dat echt van mij is, vind ik dat ik het best netjes heb gedaan. En ik heb natuurlijk ook 2 andere nummers gemaakt. De ene is, nu ben ik toch wel iets, en de andere is 4-5 watjes. En dat waren 2 parodies om een beetje te kijken of ik het leuk vond om te doen. De eerste was een beetje een hype, dus daar is zoveel bekeken. En dat is best grappig. Maar nu vind ik het echt best wel leuk om te doen. En ik merk dat ik mijn professionaliteit en mijn energie en mijn kwaliteiten kan ik hierin steken. En dat vind ik heel nice. Als de video online komt en dan staat er ook in vermeld wie er heeft geholpen. Dus dan kun je daar ook naar kijken. Maar voor nu zeg ik alleen dat ik ermee bezig ben. En dat ik heel erg trots op ben tot wat we nu toe hebben bereikt. Ik ga zo meteen training geven. Ik rij over ongeveer 5 à 10 minuten aan. Dus daarom laat ik het er ook nu heel eventjes bij voor wat het nu is. En dan zie ik jullie of straks of morgen weer. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is het donderdag. Vandaag heb ik les gehad van het 1e tot het 6e uur. En daarna, toen ben ik naar huis gegaan, toen heb ik nog een beetje gechilled, gegeten. Ik hoefde geen huiswerk te maken en dat heb ik expres zo gedaan, omdat ik gisteren huiswerk heb gemaakt. Omdat ik dan zo meteen met mijn vader naar mijn oma kan. Ik ben al een tijdje niet meer bij mijn oma geweest, ook door corona. We mogen wel naar binnen, op afstand natuurlijk, dus dat gaan we eventjes doen. En dat wordt hopelijk heel gezellig. En ik wou eigenlijk wat meer filmen deze week, is niet gelukt. Wat ik nog wel wil proberen is morgen of zaterdag met Indy even te gaan filmen. Al een tijdje niet meer gedaan. En Indy heeft een nieuwe camera. Dus het zou leuk zijn als we dat even kunnen filmen. Ik weet nog niet of dat gaat lukken, maar ik hoop in ieder geval van wel. Ik ga zo meteen even naar mijn oma en dan spreek ik jullie straks weer. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe dag. Vandaag is het zaterdag en ik film op dit moment op zaterdag omdat ik de afgelopen dagen best druk heb gehad. Ook met school en zo, ja, eigenlijk gewoon constant door school. Ik ben samen met Indy. Vaak, en ik ben samen met Indy omdat hij een nieuwe camera heeft. Zeker. Oké, we gaan even stilstaan hier. Nou, om terug te komen op het verhaal, er kwamen even wat mensen aan, dus zijn heel verstopt. En die heeft een nieuwe camera. Ik heb de Canon M50 met een EOS 11-22mm lens. Is dat broertje, letterlijk? Wat? Is niet letterlijk het broertje? Jij hebt hier, ergens. Moet je even je camera naar beneden richten, zo. Hoe doe je? Ja, zo, dan kan ik zo filmen. Ja, ja. De 15x45. Oh. Dit is hem, het is gewoon bijna dezelfde als die ik heb. En dan gewoon, joep. Boep.
Hij is een muis, gast. In het begin zat ik echt zo ook. Het was een vucht. In het begin, toen ik erheen ging, dan echt, dacht ik echt van. Mocht hem testen. Echt van, hé, waarom gaat hij nou? Ik zat, ja, waarom gaat hij nou? Waarom gaat dit niet open? Maar je moet zo'n knopje. Toen zei ik van, hé, waarom gaat hij nou niet open? Oh, jij kakt dan, een vriend van mij ook. Ja. Maar dat vergeet je. Ja, klopt. Vergeet je best wel snel. Oké, mensen, dat was een beetje het verhaal van Indy. Ik vind hem best wel sick, want ik heb dus de Canon M50 met 11-22mm lens. En hij heeft de Canon... M10. M10 met een 15x45 lens, zeg maar, inzooming. Dus dat is best nice. Dus wil je nou wat video's zien met de nieuwe camera van Indy? Check even het linkje in de beschrijving van Indy's camera. Of van de camera. Ja, mag ook. Je mag ook de camera checken. En je mag zijn kanaal checken. Dus wil je die camera... Of wil je zijn kanaal even checken, doe dat dan even in de beschrijving. We gaan even een rondje lopen, dan spreek ik jullie zo weer. Dames en heren, we zijn een klein stukje verder en ik heb even een lekkere oliebol gehaald. Het is lang geleden dat we een oliebol hebben gehaald, want ja, dat is ook een jaar geleden. Het is een beetje raar met corona en zo, dus wat wel en niet mag. Maar dit mag gelukkig wel, dus we gaan even een lekker oliebolletje eten. Dit is goeie. Ja, goed, dat loopt graag. Ik zag die kraan. Ik dacht, daar gaan we voor. Ja, hij gaat er altijd voor. Oh, dat is koude, goede grap. Oh, ja. Lekker. Dames en heren, jongens en meisjes. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Dit was de vlog alweer. Ik heb even een lekkere oliebol opgegeten. Het was echt best wel lekker. Want het is best wel gek, want eigenlijk mag niks. Maar dit blijft dan toch. En dat is dan wel echt genieten als niet zoveel dingen mogen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Indy, bedankt voor het meedoen. Alsjeblieft nog wel. Yeah. Bedankt voor het kijken. Vond je dit leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Bijna niet geabonneerd op mijn kanaal. Doe dat dan hier beneden. We gaan super lekker. Binnenkort komt er een nieuw nummer aan, wat ik al zei. Dus hou dat even in de gaten. Ik ben ermee bezig. Het is super fijn aan het worden. Ik heb het aan mijn ouders laten zien en die vonden het echt heel vet. Dus ik ga nog een paar dingen aanpassen. Nadat het nog iets beter is. En dan is hij klaar en dan komt hij binnenkort online. De datum die kun je zien. Vandaag is dan voor jullie dat hij zondag online komt. Maar aankomende maandag 30 november krijg je te horen wanneer hij waarschijnlijk online komt. Dus ben je benieuwd? Hou mijn Instagram in de gaten. Dan check even ook mijn Instagram van mijn YouTube in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Later!